Als ik iemand de fiets zie stelen, mag ik hem toch ook tegenhouden? Want het is gewoon een burger. Alleen wij zeggen als ziekenhuis dat het mag. Dus, en dat staat in onze huisregels. Ja, daar zijn we weer. Met vandaag een erg actueel onderwerp. Afgelopen week is namelijk het boerkaverbod ingegaan. Ja, dat houdt in dat het dragen van een boerka of een niqab niet meer is toegestaan in openbare gebouwen. Ja. Denk bijvoorbeeld aan het gemeentehuis, het ziekenhuis, een bibliotheek, maar ook het openbaar vervoer. Ja, en straks gaan we een zogenaamd burgerarrest uitvoeren op iemand met een boerka. Maar, spits uw oren, dames en heren thuis. Kijk, buis, kinderen. Ja, wij gaan eerst kijken hoe er überhaupt wordt gereageerd op het dragen van een boerka. Ja. In dit geval Nika. Ja, mag ik? Ja, je mag. Dit is onze actrice Soraya. En zij is degene die gesluierd vandaag rondloopt. Ja. Ik loop dicht achter haar en film dus van dichtbij. Ja, en ik film alles op afstand. Waarom doe je dan zo? Ja, afstand. Afstand houden. Zullen we beginnen? Ja. Yay. Nou, ze valt wel op, want echt heel veel mensen kijken naar haar. Of het gewoon zo in het langslopen is, of dat mensen echt nog even een paar keer omkijken. Ze wordt in ieder geval gezien. Ja. Ja, deze mevrouw die waarschuwt dus van, moet je eens kijken. Ja, je weet natuurlijk niet of het positief of negatief is. Maar hier valt wat te zien. Ja, inderdaad. Ja. Hey, conclusie is denk ik wel dat ja, heel veel mensen viel het op. Maar ja goed, dat mensen kijken is niet zo gek, want het valt natuurlijk ook wel op in het straatbeeld. Dus dat je kijkt is niet zo erg. Maar goed, al die opmerkingen. Voor de duidelijkheid, we hebben er een uur gestaan, dus we hebben een uurtje getest. Ja. In het eerste instantie ging ik er vrij nuchter in en liep ik gewoon rond en voelde ik er eigenlijk, merkte ik eigenlijk niet zoveel van. Maar totdat ik, hoe langer het ging zeg maar, hoe meer ik het gevoel kreeg dat er naar me werd gekeken en hoe erger ik ook doorkreeg eigenlijk dat er gewoon opmerkingen werden gemaakt. Ja, en dan nu het tweede gedeelte van het experiment, het burgerarrest. Nou, wat is dat nou? Als je als burger signaleert dat iemand de wet overtreedt, dan mag je diegene aanhouden. Maar ja, dat mag dus tegenwoordig ook, officieel, als iemand een boerka of een niqab draagt in openbare gebouwen. Ja, en dat is wat we gaan testen vandaag. Ja. Soraya die gaat rondlopen in een gemeentehuis, een ziekenhuis, bij de NS, het openbaar vervoer dus, en bij een bibliotheek. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, hoe wordt er op gereageerd en ja, wordt het gehandhaafd? Ja, als ik zeg maar de politie ga bellen, vanwege zoiets. Doe? Ja. Sorry, kan ik wat vragen? Dit is niet toegestaan hier, hè? U heeft een boerka aan u aan, toch? Ja, dat klopt. Dat is niet meer toegestaan. Gemeentehuis. Op het moment dat jij haar aanspreekt, kijken mensen meteen al zo van, wat maak je druk, joh? Maar ik heb hier gewoon een afspraak. Ja, maar dan moet je de boerka even uitdoen, want dat mag nu niet meer. Maar u heeft er toch geen last van als ik hier zit? Nee, maar het is per wet verboden. Dus, dit is gewoon Nederland. Hier mag je dat nu niet meer aan hebben. Dus dan moet je even naar buiten gaan, even dat ding af en dan mag je weer naar binnen. Ja, maar ik hoef hier alleen nog maar even wat te regelen dan. Ja, prima, dat is ook geen probleem. Ik vind het ook geen probleem als je buiten aan hebt. Maar ik vraag je vriendelijk of je dat nu uit wil doen. Je bent hier in een openbare ruimte en hier mag dat niet. Snap je? Maar heeft dit toch geen last van, meneer? Ik heb je nou een paar keer aangegeven, ik mag je nu gewoon aanhouden en ik kan gewoon de politie bellen. Dus... Ja, dat lijkt me toch niet nodig? Ja, dan moet je nu weggaan. Dan moet je nu gewoon weggaan. Dat mag niet. Ja, en daar komt een mevrouw van de beveiliging aan. Goedemiddag. Hallo. Ik moet u helaas wel vragen om te zien dat u uw gezicht bedekt heeft. Ik moet u wel vragen om af te doen.
En hoezo dat dan? Omdat vanaf 1 augustus jongstleden een wetwijziging is ingegaan. En dat we met gezichtsbedekkende kleding toen de vraag moeten afdoen. Dus ik mag hier niet heel even... Helaas is niet, nee. En anders moet ik u vragen het rond te verlaten. Ja, oké. Hier vond een zogeheten burgerarrest plaats. Het vervolg zou ook zijn dat hij de politie zou bellen om de politie erbij te halen en dan die mevrouw te laten weghalen. Ja. Maar u zegt van dat is eigenlijk niet goed of dat zou niet moeten. Nou ja, weet je, ik vind dat bedrijven daar zelf, en dat hoor je natuurlijk overal op het journaal en weet ik wel, dat mensen er niet aan mee willen doen. Ja. En dan is het aan de gemeente Amersfoort zelf. Om daar een beslissing over te nemen en niet aan mensen in de wachtkamer. Nou, in dit gemeentehuis zijn ze vrij helder. Het is gewoon niet meer toegestaan en dus vragen ze de mevrouw vriendelijk om het gebouw te verlaten. Ja, nou, nu maar eens kijken hoe dat eraan toe gaat in een ziekenhuis. Hallo, kan ik wat vragen? Wat je nu aan hebt, dat mag toch helemaal niet, of wel? Wat je nu aan hebt, dat mag toch helemaal niet? Jawel. Dat is toch een openbare ruimte? Ja, ik moet hier gewoon heel even op iemand wachten, dus... Nou, dat mag niet. Een hele beveiliging erbij. Dag. Wat is er aan de hand? Nou, er is aan de hand dat ik een mevrouw met een boerka af zo zie lopen. En dat mag niet meer tegenwoordig. Dat mag van ons wel. Maar hoe kan nou de regering zeggen met de nieuwe wet? Ja, dat mag niet. En dan zeggen jullie als ziekenhuis... Ja, klopt. Dat zeggen wij. Dus... Maar jullie als ziekenhuis mag hier gewoon zijn. Jullie ziekenhuis bevindt zich in Nederland. Ja, klopt. En Nederland heeft deze wet. Ja, klopt. Hoe zit dat dan? Dat maakt niet uit. Wij handhaven er niet op. Punt. Oké. Okay. Ik vind het tamelijk absurd. Want ik kan dat u mag toch, je vinden. Ik kan u toch gewoon alleen, ik vind dat je mening wat dat betreft voor je mag houden. Nee, dat mag je niet. Mijn mening voor me houden? Als ik iemand de fiets zie stelen, mag ik hem toch ook tegenhouden? Want het is gewoon een burgerarrest. Alleen wij zeggen als ziekenhuis dat het mag. Dus, en dat staat in onze huisregels. Maar niet de Nederlandse wet? Nou, maakt niet uit. Voel je ook niet zelf een soort contrast daarin? Maakt niet uit. Gewoon verder wachten. Ja. Bedankt. Ja, de beveiliger is hier heel duidelijk. Hè? De directie van dat ziekenhuis heeft bepaald, hier mag het gewoon wel. De vrouw met de niqab mag dus gewoon dit ziekenhuis betreden. Ja, maar dan word ik niet echt in lijn getrokken. Want kennelijk kan elk ziekenhuis zelf bepalen wat ze met de wet doen. Ja, best apart. Ja. Nou ja, eens kijken hoe het bij het openbaar vervoer eraan toe gaat. Sorry, kan ik wat vragen? Sorry mevrouw, mag ik wat vragen? U heeft een boerka aan, toch? Ja. Dat mag tegenwoordig niet meer, hè? Ik wacht hier alleen even op iemand. Ja, prima. Meer. Vind ik ook helemaal niet erg, maar doe dat dan even ergens anders, want dit mag niet. Dit is verboden. Ja? Als je nou gewoon iemand anders er even bij roept, ik denk niet dat wij daarover moeten gaan. Jawel, want anders kan ik gewoon zo meteen een burgerarrest invoeren. Dat is gewoon toegestaan. Je kan toch naar een medewerker toe gaan en vragen wat is er aan de hand? Deze meneer bemoeit zich er meteen mee en heeft echt zoiets van maak je niet zo druk, laat die mevrouw gewoon reizen. Maar meneer, u heeft toch helemaal geen last van mij? Jawel, want jij hanteert de Nederlandse wetgeving niet. En ik ben, als ik iets zie wat gewoon niet mag, dan ga ik op in. Maar jij kan in dit geval niet de politie bellen, want je bevindt je op terrein van de NS. Dus je gaat nu naar een NS-medewerker als je er iets aan zou willen doen. Om hier gewacht van te maken. Lees maar de regels. In de nieuwe wet mag ik in openbare gebouwen, mag ik een burgerarrest toepassen. Er zit daar een medewerker van de NS, daar kun je zo naartoe gaan. Ja, dat zou kunnen. Als je dan een vent bent, dan doe je dat. Nou, ik ben toch al een vent als ik in ieder geval haar aanspreek. Nou, dat heb je gedaan. Ja, hij geeft nu gewoon aan dat hij mijn reactie best wel overtrokken vindt en dat hij het gewoon prima vindt dat die mevrouw er zit. Ja. Zit daar gewoon een dame met een boerka op en ik heb haar al meerdere keren aangesproken. En ze wil niet luisteren naar mij, dus ik denk ik vraag jullie even wat jullie ervan vinden. Dit is heel nieuw voor ons. Ik vraag daarom even aan mijn collega wat het beleid is met betrekking tot deze dingen. Meneer heeft wel gelijk. Want als ik maar als mijn lampje het niet doet van mijn fiets, krijg ik ook een boete. Ja, maar. En dat zijn toch regels of niet? Nou ja, weet je, ik ben een heel eerlijk kind. Dat bevalt mij ook niet. Maar ik ga er niks aan doen. Want? Het is toch een openbare ruimte? De vrouw die doet er op dit moment niks verkeerd. Nee, maar daar gaat het niet om. Voor het moment dat wij daar staande moeten houden, verwacht ik van haar een medewerking en anders. Als wij in het hart in een trein tegenkomen, en je ziet over het chipkaart met het gezicht erop.
En ze laten verifiëren, ja, dan wordt het een ander verhaal. Ja. Ja, de NS en de veiligheidsmedewerkers van het station die geven wel aan dat het een wet is, maar vinden het niet zo'n belangrijk ding dat ze die mevrouw dan ook zouden aanspreken erover. Ja, het wordt eigenlijk een beetje getolereerd, hè? Als je bijvoorbeeld zonder kaartje reist of ze zou een enorm misdrijf daar begaan, ja, dan willen ze wel dat ze zich kan identificeren. Ja. Nou goed, weer een beetje schimmig. Ja, op naar de bibliotheek. Hartstikke leuk. We hebben een openbare bibliotheek en een koninklijke bibliotheek. Bij de koninklijke bibliotheek, daar mag het niet, bij de openbare wel. Wij gaan naar de openbare omdat we toch wel een beetje benieuwd zijn hoe de situatie er daaraan toe gaat. Ja. Sorry, kan ik wat vragen? Ja. U draagt een boerka, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat mag niet in dit soort gebouwen meer, hè? Maar ik moet hier gewoon even wat doen. Ik ben hier gewoon even aan het werk. Ja, begrijp ik. Maar dan moet dat ding wel uit. Maar dit hoort gewoon bij mijn geloof. Ik kan hier... maar dat moet dan buiten. Ik geef nou één kans, of je gaat nu weg, of ik bel gewoon de politie, want ik mag gewoon de politie nu bellen. Maar... het mag gewoon niet. Zo, deze mevrouw die mengt zich er meteen in en laat meteen weten van... dit is wel erg overdreven, ja. Ja, ik ga nu de politie bellen. Ik meen het echt serieus. We hebben hier een pandenbeleid dat vuil nog op kan komen. Ja, hier komt de medewerker van de bibliotheek bij om de situatie even iets te kalmeren. Ja, maar het mag niet. Dus ik mag nu dus ook de politie bellen. Je mag zeker de politie bellen. Nou, dan ga ik dat doen. Ze is hier toegestaan. Jullie mogen dat opeens? Ja, alle bibliotheken namens. Met uitzondering van de koninklijke. De medewerker van de bibliotheek geeft aan dat als jij de politie wil bellen, moet je lekker doen. Maar die mevrouw is gewoon welkom, want het is een openbare bibliotheek. Jij bent hier welkom. Jij mag hier gewoon zitten. Dank u wel. Het mag niet. Ik heb je kans gegeven. Zij heeft toch een boerka aan? Ja, weet ik. Of ik? Nee, daar ga ik niet ergens anders zitten. Als ik iets zie wat niet mag, dan kan je gewoon de politie bellen ervoor. Klaar. Nee, maar dit mag niet. Ja, gelukkig maar. Maar ik ben wel even benieuwd wat jij ervan vindt. Ik dacht, ik moet eigenlijk iets doen. Ja. Maar ik had me daar wel mee bemoeid helemaal. Als er ook echt politie was gekomen. Wat zou je dan tegen hem hebben gezegd? Tegen de man van het burgerarrest? Nou, dat je heel asociaal bent. En dat je prima iets mag vinden. En dat je je mag bemoeien met de wet of wat dan ook. Maar dat je dat ook op een normale menselijke manier kan doen. Want dit was eigenlijk, vond ik niet echt oké. Volgens mij zei ik dat ook tegen hem. Van, ik snap je punt wel, maar de manier waarop je nu tegen haar praat en hoe je dat zegt, dat kan gewoon echt niet. Ja, de conclusie van het tweede onderzoek. Ja. Het is allemaal erg vaag, de lijntjes zijn erg dun en het wordt niet echt gehandhaafd. De handhaving valt best wel tegen als het gaat om de wetgeving. Het is gewoon een wetgeving natuurlijk. Ja. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook best wel lastig als je gewoon iets aan hebt om dat dan te gaan verbieden. Maar ja, het staat weer in de wet. Lastig, compliceerd. En dat vinden ze het zelf ook. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Laat het even weten in de comments. Zeker. En dacht je nou van, of denk je nu eigenlijk op dit moment, hier, kopie, van goh, wat een interessant vet onderzoek. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer dan even. Inderdaad. Wil jij nog wat zeggen? Nou, ik vond het gewoon super leuk en volg mij ook natuurlijk. Ja, sorry. Ja. Het was een gaaf experiment. Hoe volgen we jou? Ja. Via Insta, Gram. Soraya Boerenfijn. Leuk! Daar kan je hem op vinden. Ben je hem in Beerning? Ja, Gunning. Dan zien we je volgende week weer. Tot volgende week. Doei!